Intercultuurlijke relaties zijn moeilijk omdat je moet kunnen aanvaarden eigenlijk ambiguïteit. Je moet kunnen aanvaarden dat andere mensen op een andere manier denken en op een andere manier zijn. En dat maakt het moeilijk, maar de rijkdom is ook het ontdekken van dat andere en het ontdekken van die andere waarden, die andere manieren van omgaan met de wereld, omgaan met de anderen. En juist dat maakt, als je dat ontdekt, ook een stuk verrijking voor jezelf, ook een stuk groeien als persoon. Een verbreding die je daarin hebt. Maar ik zie de meerwaarde op twee vlakken. Enerzijds is het een manier om anderen te leren kennen, om grenzen open te trekken. En in een wereld die dan toch voor een deel gekenmerkt wordt door allerlei nationalistische stromingen bijvoorbeeld, kun je dat eigenlijk niet genoeg hebben, dat soort manieren om elkaar te leren kennen. Anderzijds, als ik het bekijk binnen het hele perspectief van internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking, dan zou je kunnen zeggen dat stedenbanden door hun omvang net groot genoeg zijn om reëel een impact te hebben ter plaatse, in tegenstelling tot sommige kleinschalige vierde pijler initiatieven die ik zeker niet allemaal wil veralgemenen. En als je het vergelijkt met de bilaterale samenwerking, de multilaterale samenwerking, de NGO's, dan zijn stedenbanden weer klein genoeg ook om de burger in de straat te kunnen raken effectief. In tegenstelling tot die grotere initiatieven of organisaties, of hoe je het ook wilt noemen, die vaak een ver van een bedshow zijn. Voor veel mensen in de straat. Ik zie twee mogelijkheden. Eén, je houdt voor wederkerigheid de definitie van een berekenbare wederkerigheid, een utilitaire wederkerigheid, zodat geven en nemen in contract bijna evenwichtig is. En de tweede is, als het op de personen gaat en over de relaties gaat, dat je weet dat wederkerigheid iets is van lange termijn, dat het een insteek heeft en dat je moet wachten op een antwoord. Hè. Dat is een, je noemt dat asymmetrie. En dat antwoord kan 10 jaar later komen. Dus je moet dat verrekenen in relatietermen over een lange periode.